welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday! Vandaag gaan we een Roblox-spel spelen genaamd Centipede. Dit is een nieuw spel dat ik ook nog nooit eerder heb gespeeld. En het is een beetje zoals Piggy, dus net zo eng. En daarbij moet je ook allemaal verschillende soorten puzzels gaan oplossen. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven. Alleen, met welke hand, dat hangt er vanaf. Ben jij absoluut en zeker niet bang voor het donker? Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Of heb je zoiets van, ik ben echt super super bang in het donker? Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik zou dus zeker de linkerhand gebruiken. Anyway, ik ben echt ontzettend benieuwd naar jullie antwoorden. En laten we dan nu meteen beginnen met de game. Oh, het startscherm ziet er al zo ongelooflijk eng uit. Het is helemaal donker en we hebben 8 minuten om te spelen. Dus ik druk op play. Oh, waar zijn we? Hiervoor heb je tools nodig. Een hamer en een kaart. Oké, oh my goodness. Dit ziet er ontzettend uit als Piggy. Oké, hier is een deur die open. Oh, ik heb een hamer. Jongens, ja. Zie je dat? Dat is een centipede. Oh my goodness. Dat ding ziet er zo ontzettend eng uit. Ja, ik ga toch never nooit deze hamer halen. Oh, kan ik hier overheen springen? Ik kan niet springen. Dat is eng. Oh, ik ga doodlopen sowieso. Oh nee, nee. Hoe moet ik hier uit? Waar is ze? Waar is ze? Jongens, ik vind het zo ongelooflijk eng. Ik ga meteen weg. Oké, ik wil absoluut deze... Ja, met de hamer. Ja, ja. Hey, oké. Ja, ze heeft me gepakt, jongens. Nee. Ik schrok me helemaal kapot. Echt heel erg heftig, jongens. Oh, we mogen nu stemmen op welk level. En er is er wel geteld 1. Nou, ik stem op de basement. Dus we zitten in een kelder. Nou, dat is wel goed om te weten. Heel gaaf. Oh, hij zegt niet welke van de personen de centipede is. Of is dat gewoon een computer of zo? I don't know. Uh-oh, wat gebeurt er? We kijken onder de bank. We kijken op het plafond. We kijken naar de pizza! Oh, nee, we zitten nu in een mens. Oh, ik denk dat ik de centipede ben nu. En die kijkt nu naar wie gaat het... Oh, dat was ik! Zagen jullie dat? Ik word een centipede! Oh my goodness! Oké, meteen mijn tweede level. Oh, ik vind het echt zo ongelooflijk leuk. Oh, kijk al deze... Huh? Nee, ik weet niet. Zijn dat centipede pootjes? Oh, hij gaat helemaal zo op het plafond. My god. Oh, dat ziet er echt ongelooflijk eng uit. Oké. Nou, het is wel echt een heel erg leuk verhaal. Goed verhaal ook. Oh, nou, daar ben ik. You are the centipede. Do not let them escape. Oh, ik mag niemand laten ontsnappen. Wat gebeurt er hier? Oh, wat leuk. Ik kan op de muren klimmen. Oh, oeps. Ach, wacht eventjes. Ik moet nog een keertje proberen, ja? En dan go. Wow, ik word helemaal duizelig van. Ik zit nu op het plafond. En zo kom ik weer terug naar beneden. Oké, ik vind het geweldig. Yes, we zijn gedropt in de kelder. Kijk mij dan. Wow, ik zie er wel echt heel erg prachtig uit. Ik heb ineens 2 extra armpjes. Nou, ik heb honger, jongens. Oh, ik vind dit absoluut heel erg geweldig. Ik moet dus op zoek. Oh, ik zag daar iemand uit mijn ooghoekje. Ah! Ja. Komt u maar. Nellia is weggegaan. Maar deze meneer, die gaat over het plankje heen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Komt u maar. Ik pak je. Ja, en nu? Hè? Komt u maar. Ik ga je pakken. Ik pak hem, hij wacht steeds. Hij denkt van, oh, nou, dat gaat ze toch niet lukken. Nee, het lukt me inderdaad ook niet. Verdorie. Deze mensen weten veel te goed wat ze aan het doen zijn. Nou, weet je wat? Ik ga maar gewoon eventjes op de muren klimmen. Zo. En dan hebben ze geen idee dat ik er ben. Oh jeetje. Daar is iemand. Oh, ik ga meteen de verkeerde kant op. Ah, ik dacht dat het slim af te zijn, jongens. Ik word helemaal duizelig van ondersteboven. Oh, daar is hij. Ik ga je pakken. Oh, pff. Nou, dat gaat lekker, jongens. Centipede komt eraan. Ik pak je. Nee, dat gaat niet lukken. Oeh, ik ben hier in een soort van kelderachtig. Oh, dit hele ding is de kelder. Duh. Deze deur is wel open gegaan. Wacht eens even. Waar is iedereen? Oh, leuk. Een badkamer met een wc. Kom, we gaan even op de wc zitten. Oh, dat ziet er echt heel erg raar uit. Anyway, ik ga eventjes een deurtje dicht doen. Oh, ja. Ik heb je. Ik pak je. Ja. Yes! Oh, dit is geweldig. Dit is geweldig. I love it. Yes, ik heb hem opgegeten. Dat smaakt echt ontzettend lekker. Oeh, daar is een meisje. Ja. Ik ga er wel eventjes pakken. Wow, zien jullie dat? Ik ben groter geworden. Mijn lichaampje is groter geworden. I love it. Oh, yes! Ik heb hem.
Oh, wat? Wat? Wat heeft hij nou weer gedaan? Hij heeft mij eventjes uitgeschakeld voor 30 seconden. Nou, ik ben even blij dat ik hem had. Maar helaas, dat is me dus niet gelukt. Het ziet er wel echt heel apart uit. Twee Jamilalala lichaampjes. Ja, ik ben er weer. Hallo jongens. Ik wil graag groter worden. Ik wil een gigantisch grote lange centipede worden. Oh, ik zie hier... Oh, ja, ik heb... Hallo. Ik had er. Ze viel. En toen stond ze weer op. Ik pak je. Hij zit me de hele tijd te pesten. Verdorie. Ik doe deze deur dicht. En dan doe ik deze deur ook dicht. En deze deur ook. Weet je wat ik dan ga doen? Ik wil hem. Ja. Komt u maar. Yes. Eindelijk, ik heb hem. Oh, nou pak ik haar ook. Hallo, ik ben echt super groot. Ha, wat ben ik zo ontzettend blij dat ik deze, die jongen had gekregen. Want hij was echt zo vervelend. Maar het is me dus gelukt. Dus het was echt een hele goede techniek om de deuren dicht te doen. Dit meisje verdwijnt de hele tijd. Waar is zij ineens? Ik ga deze ladder op, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Waar is ze? Oh, zij deed de deur dicht, maar ik was er al doorheen. Nee. Komt u maar. Het helpt niet helemaal dat ik wel een beetje verdwaald ben, zeg maar. Ik weet niet helemaal waar iedereen naartoe gaat en zo. Maar als ik nou de hele tijd achter haar aankom... Ja! Ik heb haar! Oh! Nee! Ze ontsnapt gewoon de hele tijd aan mijn klauwen. Maar ik wil graag dat mijn centipede lichaampje langer wordt. Ik doe ondertussen alle deuren dicht. Nou ben ik er helemaal kwijt. Ik ben er helemaal kwijt. Oh nee, ze is ontsnapt. Hoe is dat mogelijk? Oké, het geeft niet. Iemand, wat? Er zijn mensen ontsnapt. Waar is, wacht eventjes. Waar is de uitgang? Dat weet ik niet helemaal. Nee, jongens, helaas. Oké, ik heb in ieder geval twee mensen kunnen pakken als de centipede. Nieuwe poging is gekomen, jongens. We zijn er. We zijn in de kelder en ik mag dit keer gewoon lekker rondlopen. Dus de bedoeling is om allemaal verschillende soorten dingen en items te vinden. We hebben heel eventjes de tijd voordat de centipede eruit kwam. Oh jeetje, ik heb hier een blauwe sleutel. Wow, ik kom allemaal dingen tegen die ik net helemaal niet tegen was gekomen. Wat moet ik met deze blauwe sleutel doen, jongens? Hallo? Blauwe sleutel. Hierin misschien? Nee, deze deur kan wel open. Oké, centipede is ontsnapt. Dit vind ik echt absoluut niet leuk. Ik word hier zo ontzettend bang van. Wacht, misschien moet ik eventjes mijn sleutel verstoppen. Ik ga hier naar boven. Oh, daar is de deur. Ja, ik maak hem open. Zo. Hallo, mag... Oké, ja, de deur is open. Yes! Aha! Wat moet ik hier doen? Een geel blok moet hier. Oké, dat is prima. Iemand is al gepakt door de centipede. Dat vind ik echt absoluut niet leuk. Alle deuren zijn in ieder geval open, dus dat is top. Ik heb hier een plank nodig. Komt hij nou aan met de plank? Nee, hij heeft een hamer. Ja, wat hebben we nou in vredesnaam aan de hamer, jongens? Oh jeetje, er is iemand anders die dood is gegaan. Ik heb een paarse sleutel nodig. En hier is iemand met een plank. Oh ja. Yes! Woehoe! Daar is de centipede. Weet je wat ik ga doen? Eventjes wachten. Hij ziet er wel cool uit, helemaal geel. Ik wil eventjes hier wachten. Hallo? Ik ga weg! Dat ding is veel te eng! Oh ja, mijn challenge was om niet te schreeuwen, toch? Nou, een beetje challenge gefaild. Ik ga ondertussen gewoon eventjes wegrennen, zover ik kan. Want ik vind het echt totaal niet leuk. Ik doe ook alle deuren dicht. Oh my goodness, jongens. Oh my goodness. Oh, ik ga gewoon hier op de wc wachten. Ah, oké, dat is gewoon een andere speler. Ah, dat is ook een andere speler. Oh my goodness. Oh yes! Ah, nee. Ik wil eruit. Oh. De centipede heeft me gepakt. En ik was nog zo blij dat ik een paarse sleutel had gepakt. Okidoki, we zijn weer aangekomen als een speler. Ik ben geen centipede. Ik weet dat hij hier komt. Maar dit keer ga ik dus echt absoluut proberen om eruit te komen, jongens. Ik wil heel erg graag de puzzels oplossen. Oh, zij pakt al meteen de blauwe sleutel. Kijk, het scheelt als je weet waar die moet. Snap je wat ik bedoel? Voor mij vond ik dat best wel lastig. Want ik had geen idee waar de blauwe deur was. Maar dit keer kunnen we hier naar binnen. Hopelijk hebben we er iets aan. Maar volgens mij zat daar niks. Dus we moeten op zoek naar iets anders. Oké, zij heeft deze opengemaakt. Nou, er zit daar niks. Oh, deze is ook open. Yes! Maar hier zit ook niks. Maar dat maakt niet uit. Ik begin nu eindelijk een beetje de layout van deze kelder te begrijpen. Oh my goodness. Oké, dat meisje kwam eraan en ze leek heel erg op de centipede. Sorry, no offense. Oké, ik doe deze deur dicht. Kijk, hier kunnen we wel iets gebruiken. Alleen ik vind het wel een beetje jammer dat er niks is wat ik kan vinden. Ik weet waar ik naartoe moet. Helaas, ik moet naar boven. Oké, de centipede meneer is er.
Oh nee, jongens. Oh nee, oh nee, oh nee. Gaat hij de trap op? Wat gaat hij nou doen? Oh. Ja, oké. Okay. Ik wil deze kant op. Wat hebben we hier dan? Hier is... Oh, een rode sleutel en een hamer. Een hamer. De hamer kan ik wel gebruiken volgens mij. Never mind. Iemand die heeft al de hamer gebruikt. Ik weet dat die hierop gebruikt kon worden. Ik denk dat die rode sleutel ook al gebruikt is. Volgens mij was dat, zeg maar, de sleutel voor die deur. Ja, ze heeft een groene sleutel. Groene sleutel, dat kunnen we zeker gebruiken. Hallo. Ik ga achter haar aan en ik ga kijken wat er in de deur zit waar je de groene sleutel... Dat is echt een hele goede Nederlandse zin, jongens. Oké, okay, volgens mij weet ze niet waar de groene deur is. Maar we zijn kleurenblind, want dat is de deur met de paarse sleutel. Oh jeetje. Wie gaat deze plank vinden? Dat zou heel erg fijn zijn. We gaan deze kant op. Ik wil... Oh, een hamer. Een hamer. Ja, dat heb ik. Dat heb ik. Dat kan ik hierop gebruiken. Ja, ja. Kijk, kijk mij nou eens eventjes deze deur openmaken met de paarse sleutel. Yes. Yes. Ho, 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 ho. Ik ben zo blij. Ik ben hier zo goed in, jongens. He, he, he. Grapje, ik ben helemaal niet goed in. Maar in ieder geval kan ik deze paarse sleutel gebruiken. Zo. Ja. Oh, oh. Ik snap nu wat zij bedoelde. Ik moest mijn hamer daarop gebruiken. Oké, okay, nou, ik ga weer eventjes dat kamertje terugvinden en mijn hamer terughalen. Oh nee, wat dom van mij. Oké, okay, ik heb mijn hamer weer. Deur open. Ja, 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 hier ben ik. Ik ben... Oh, daar is de centipede. Ho, oh, alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Ik hoop niet dat hij achter me aankomt. Nee, nee, nee. Oké, okay, hij is er nog niet, dus dat is goed. En ondertussen sloop ik deze planken met mijn hamer. Komt u maar. Ga open, ga open. Yes. Oh my goodness. Wat is er hier? Ik heb hier nog een keer mijn hamer. Ik doe mijn best om dit kapot te maken. Oh nee. Ik hoop... Alsjeblieft. Kijk dan. Ik sla dit glas zo hard ik kan. Oké. Okay. Ik heb nu de kaart, jongens. Ik ga meteen eventjes dit... Oh, oh, oh. Waar moeten we naartoe met deze keycard? Oké, okay, daar is de centipede. Hij heeft al wel iemand gepakt. Hij gaat nu in ieder geval de trap op, dus dat is goed. Oh, ze heeft deze plank. Yes, jongens. Wat goed. Maar ik heb het gevoel dat ik deze keycard moet gebruiken voor de uitgang. Ah, oké, okay, dit vind ik echt niet leuk. Ah, ik ga hier weg. Nee. Moet ik hier ook een hamer? Oh my. Dus ik moet weer terug. Nou, het maakt niet uit. Ik heb in ieder geval dat gepakt. En volgens mij is er ook nog een deur aan de andere kant. Dus ik doe echt heel erg mijn best, jongens. Oké, okay, hier hebben we een keycard. Ja. Hey, hallo. En kan ik dan deze deur openmaken? Nee, nog niet. Maar dat geeft niet, want we komen er wel. Oh, wat doet zij? Wat doet zij? Wat is dat blokje nou? Ik heb het gevoel dat ze wel weet wat ze moet doen met dat blokje. Dus ik ga gewoon lekker achter haar aan. Komt u maar. Oh, oh, wat bijzonder. Ik heb het gevoel alsof ik een soort van magisch trucje zie. Oh, wat leuk. Oh, ze gaat er doorheen. Oh, nou, I like it. I like it. Dan pak ik wel deze roestige sleutel. Oh, wel. Ik waarschijnlijk die keycard nog ergens voor nodig heb. Maar dat maakt niet uit. Ik heb in ieder geval deze rare, oranje-achtige, roestige sleutel. Maar wat moet ik ermee doen? Dat is nog maar de vraag, jongens. Oh, ik vind het allemaal... Oh, ik schrok me kapot. Anyway, dat was gewoon een andere speler. Maar ik vind het allemaal wel een beetje spannend. Waar moet de oranje sleutel in? Ah! 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 Waar moet ik naartoe, jongens? Nee, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet zo leuk. De centipede. Maar dat was een nieuwe centipede, volgens mij, of niet? Oh, ik kan hier naar beneden. Wat leuk. Ja. Wow, we gaan... Oh, hier kan de oranje sleutel in. Oh, helemaal leuk. En daar hebben we de zilveren sleutel. Dit is geweldig. Volgens mij heb ik ergens een deur gezien waar een zilveren sleutel in kon. Dat was deze. Ik ga hem nu openmaken. Ja! Ja! Yes! Oh my goodness, jongens. Ik ben ontsnapt. Ik ben ontsnapt. Ik dacht, nou, er zijn nog andere dingen die je moest doen. Maar het is me gewoon gelukt. Oh, mijn hart gaat helemaal tekeer. Maar ik vind het absoluut en zeker geweldig. En kijk mij nou in deze auto zitten. Oh, was dat? Anyway, dat was ongelooflijk leuk. En het is me gewoon gelukt. I love it. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, welk insect vind jij het allerengste? Of misschien denk je, oh, ik vind insecten helemaal niet eng. Laten we zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!